94 dagen na de klap in Groningen begint Rode JC aan een nieuwe jacht op promotie naar de Eredivisie. Dat doen ze in Weidewormer. Op bezoek bij Jong AZ, dat vorig jaar het beste seizoen ooit kende. Hoogdruk van Roda. En op deze wijze komt Jong AZ eronder vandaan. Dat is knap gedaan. En nu komt er echt een kans voor Jong AZ als Sevuik de bal meegeeft aan Adai. Maar goed geknepen vooral door Peña Zauner. Gevaar nog niet helemaal geweken als Van Bommel het gaat proberen. En dat is een schot dat knap gepakt wordt door Bukker. Die bal viel lekker, daalde ineens. Zeven. Smit. En nu zijn er ineens kansen voor AZ als Smit de bal opdrijft. En het schot wordt nog aangeraakt en daardoor is het weer een prima parade van Bukker. En rustig gedaan door Owusu Oduro. Van Bommel. Vlag blijft naar beneden, dus is dit potentieel gevaar. Hoe wat heet? Het is 1-0 voor Jong AZ. 4-7. Panklaar neergelegd. En Lequintio Zeefuik opent de score voor Jong AZ. En kijk eens naar Zeefuik. Die ziet iedereen eigenlijk bij zich vandaan lopen. En die kan zo binnenlopen. Ongelooflijk. Adai. Die gaat er heel makkelijk langs. Heeft Dijkstra als bliksemafleider. Kan zo binnendoor. Adai, het schot wordt weer aangeraakt. En dan leidt Jong AZ met 2-0. De nummer 3 van vorig jaar. Rode JC wordt van de mat geveegd in het openingskwartier. Het is eenrichtingsverkeer. Jong AZ loopt over Rode JC heen. Leidt al met 2-0. En de 20e minuut is nog niet eens voorbij. En dan is het al bijna 3-0. De kopkans is er voor Atikala. Je kunt heel goed horen dat Bassi Bum continu bezig is zijn elftal bij te sturen, aan te sturen. Wie moet er diep, wie niet? Dit is een goede bal, zegt Van der Heijden, om er 2-1 van te maken. En dat doet hij op voortreffelijke wijze, wilde ik zeggen. Maar de redding op de lijn van Esayas is nog veel fraaier. Het net bolt dankzij de speler van AZ en niet dankzij de bal. En dan is het 3-0 door Van Bommel. Heel simpel, zeg, hoe ze daarachterin bij Rode JC zich laten aftroeven. Zoveel hoefde Van Bommel er ook weer niet voor te doen. Springt nauwelijks. Daar komt de corner van Roda. En ook daar ontstaat een kans. En dat is een geweldige omhaal. Maar dan zit het ook niet mee. Maar in de kans in wel. Tsukur. Met zijn eerste treffer voor Rode JC. En hoop doet leven. Hij heeft ook de omhaal in huis. En dan is zijn eigen rebound wel trefzeker. Thiago Tsukur geeft hen reden tot juichen. Slordig Van Bommel. Het is alweer 4-1. En zo heeft Rode JC maar heel kort de achterstand weten te verkleinen. En dan doen ze nu echt zichzelf de das om. Bogaard, Smit, Van Bommel. Ja, die kan ook zomaar zijn derde gaan maken in deze eerste helft. Probeert het met een schot van afstand. Nu geen werk voor Bukker. Eerste aanval van Rode JC. En een aardige voorzet en dan gaat hij er net niet in. Het is weer Esayas en bovendien is het buitenspel. Maar haalt hem wel weer van de lijn. En dat slippertje van Owusu Oduro. Dus zonder schade. Ja,
Smit. Van Bommel voor de hat-trick. Geeft hem aan Esaias. Dat is goed gevoetbald. En dan is dit heel sociaal van Esaias. Maar een beetje aan de harde kant. Adai. Heeft nu te maken met Congolo. Is hij ook langs? Jeetje, Adai, wat een actie. Nu moet hij het overzicht bewaren. Bewaart hij Van Bommel. Esaias komt weer buitenom. Van Bommel, Van Bommel. Iets te wild. Want dit is echt kansrijk voor een hat-trick. Na die geweldige dribbel van Adai. Smit. Adai, buitenom Dijkstra. Adai. Adai. Het is 5-1. Jaden Adai. Ook met zijn tweede van de avond en 5 tegentreffers voor Rode JC. Vorig jaar in een heel seizoen kregen ze er 34 tegen. Nu is Adai weer aan het dribbelen. Dat heeft hij maar Van Bommel. Van Bommel, Bukker voorkomt een zesde. Het is gatenkaas bij Rode JC. Berghout. En dan is het alsnog 6-1. Ongekende aftraffing voor Rode JC. 6-1 na een uur. En uit een hoekschop alweer wordt er gescoord. Dat mag toch echt niet gebeuren. Ja, het is hem toch echt mooi hier daar en daarnaast. Ricardo Kishna. Heeft het naar zijn zin deze avond. En ook met Kishna. Saiju. En langs, strafschop. Overduidelijk. Overtreding Esaias. Vanaf 11 meter met nog een kwart wedstrijd te gaan. Saiju. En Owusu Oduru pakt hem. Ook dat nog op deze avond voor Rode JC. Oh, dat is onhandig. Saiju nog een keer. En het is weer Owusu Oduru. Nu krijgt hij wat hulp. Twee grote kansen zeg voor Rode JC. Daar toont Saiju zich niet de killer. Saiju. Leijten mag net iets te lang. Griffith. En Owusu Oduru. 6-1 maar liefst voor de Alkmaarse talenten tegen de nummer 3 van vorig jaar.